en welkom op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus. En vergeet geen blauwe duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Ja mensen, het is 1 november, Allerheilige. Dus ook nagedachtes van de doden vandaag. Maar daar heb ik mij niet mee bezig gehouden. Omwille van, ik vind het gewoon te druk dan. Op de Kijkhoven en nu met die corona gedoe. Nee, dan heb ik mij gewoon bezig gehouden op mijn website. Ik heb er redelijk veel tijd in gestoken. Heel veel tijd. Om die afbeeldingen al in een perfecte mate te krijgen. En al, ja, de webshop is online. www.cycletv.be/webshop. Daar kun je al kiezen uit 10 of 11 verschillende artikelen. Tegelijk vrouwen t-shirten, mannen t-shirten, een hoodie, noem maar op. Zelfs mondmaskers, petten, een mok dacht ik ook. Maar ja, dus daar heb ik mij de ganze dag mee bezig gehouden. Dan heb ik nog samen met Bea op mijn slaapkamer naar Code van Koppers gekeken in gedeelte. Dan ben ik haar naar huis gedaan. En nu is het 22:06. Dus ik had nog iets meer dan een uur de tijd om terug thuis te rijden. Dat is ook bij deze geluk met de nachtklok. Maar we waren dus even niet zeker. Was het nu om 10 uur of om 12 uur? Dus als het om 10 uur was, was ik nu wel te laat. Of anders moet ik nu gewoon zo tot 5 uur is morgens vroeg nu zo in een auto zo blijven zitten? Of wat? Dat ik niet de straat over mag. Of hoe zit dat juist allemaal? Maar bijvoorbeeld als ik iets nog ben vergeten uit de auto. Mag ik het dan uit de auto gaan halen? Ja of nee? Met die vragen zit ik dus echt allemaal. Hè? Omhoog van, ik zet... Ze hebben nog eens gezegd van, allee Dimitri, waarom zet je je auto niet op de parking? Ja, oké, dat is goed en wel. Maar als ik om 12 uur s'nachts nog eens uit mijn auto moet gaan halen of zo, dan krijg ik er niet aan, hè. En dan nog iets heel geweldigs, dan krijg je ook nog te horen van een collega van mij, van Bewel. Ja, je moet volgende week gaan doppen. Dus ik zit de ganse week dan op de top. Maar ik heb geen telefoontje gekregen van Arne. Dus bij deze ga ik dan ook nog rechtstreeks oprijden naar Bewel toe. En dan heb ik ook nog goed nieuws. Als ik morgen niet moet gaan werken, dan ga ik wel een hele lange Q&A opnemen. Dus echt alle vragen beantwoorden. En ook alles rond het kastje ook... allemaal voorlezen van waar dat ze allemaal komen en al de steunbetuigingen en al. Bij deze wil ik ook nog altijd de medeleven betuigen naar de Cassiop, zijn familie, fans en vrienden. Bij deze wil ik dan nu even hier in de vlog toch een minuut stilte houden vanaf nu. Ja, dus 10 minuten stilte is nu ook voorbij. En dan heb ik nog iets laten vallen. En dan krijg ik nog niet eens aan, dus ik moet even naar achter. Ja, betrek terug. Of
vallen ze, vergeet ik dat ze biedt. Ja mensen, jullie weten dat ik nog altijd rook. En ja, ik heb mijn sigaret laten vallen. Voilà. En dan wat ik ook nog heel mooi heb gedaan vandaag, dat is Obea even nog weer al verder geholpen. Ja, ze had geen sigaretten meer. En ja, ik heb dan nog een paar sigaretten volgens, ja, nog wat gegeven aan haar. En dan even nog gewoon naar de Bruno's gereden, die nu wel gesloten is. Want ik heb echt naar de Bruno's gebeld voor te zeggen, rond tot hoe laat zijn jullie nog open? Ja, we zijn nog open tot 10 uur. Oké, dat is goed. Dan zie je mij zelfs een vis schijnen. Oké, dat is goed. Ja. Dus, ja. Ik ga het nog heel eventjes ook nog rond Cassiop hebben. Niet meer over Cassiop zelf, maar wel over Child Focus en Awel. Zit je met zelfmoordgedachten of voelt je je niet goed in je vel of zo? Blijf er niet mee zitten. Ga dan naar de zelfmoordlijn 1813.be. Zelfmoordlijn 1813.be. Ofwel belt je naar de zelfmoordlijn 1813. Ik herhaal 1813. Of als je jonger bent dan 18 en je zit er toch wel wat mee en al, kun je nog altijd gaan chatten bij Awel. Dus bij deze heb ik dat ook even vermeld in mijn vlog. Ik vind dat dat wel echt iets heel belangrijk is. Zit je echt iets op je maag of zo, blijf er niet mee zitten. Praat er ook met iemand over. Iemand misschien dat je vertrouwt of zo. Of als je iemand, ja, als je geen weg uitvindt, ga dan naar die zelfmoordlijn. Dus daar helpen ze u al te graag ook verder. Om u terug echt goed te voelen in uw vel. En te laten zien van, ja, zij kunnen ook nog oplossingen zien te vinden als je echt heel diep zit. Dus er is altijd een uitweg. Echt waar, er is altijd een uitweg. Dus ja, ik heb het nu ook heel moeilijk omwille van morgen. Dus wanneer dat die. Dus eigenlijk vandaag, wanneer dat deze vlog online komt, is er een lockdown. Ga ik ook minder sociaal contacten hebben. Wat ook voor mij echt bij deze tijden echt heel moeilijk gaat zijn. Omwille van. Het wordt ook kerstmis en al. Maar ik wou gaan filmen bij. Farm Christmas Tree of zo. Ik weet het allemaal niet. Dat staat nu allemaal dik in een vraagteken en een voorbehoud. Van BNT in de voetbal. Gaat dat door? Dus ja, dat zijn allemaal grote vraagtekens nog. Dus alles wat eigenlijk al gepland staat, wordt terug in vraag gesteld. Gaat het door? Ja of nee? Ik volg echt alles op de voet. Bij deze. Bij deze heb ik nog, gewoon nog een goede vlogje gemaakt van ja, goede bijna 10 minuten. Het moet niet altijd heel lang zijn, een vlog. Dus, oh. Zit ik alles weg te steken en ik moet nog wel binnen geraken, hè, Dimitri? Kom maar mee. En dan sluit ik af. Dus jullie mogen nog meegaan naar mijn appartementje. Yay! Heb ik dan nog echt alles. Shit, laat ik het weer afvallen, hè. Heb ik alles? Ja. Ik check echt altijd alles. Je ziet wat ook nog aan mijn appartement zit weer al te flabberen. De witte vlag voor de zorg. Ja, nu is iedereen wel aan het hassen om naar thuis te geraken. Ja, ik heb maar één hand, hè, mensen. En er is nu niemand meer thuis om te zeggen van ja, ik bel even aan. Dan kunnen ze het open doen, maar ja, er is niemand.
Nee. Dit is toch helemaal van boven. Oh, wat zeg je dan? Nu pas over en kom ik er nu pas in gaan. En voilà. En dan ga ik nog eens gauw een kijkje nemen naar mijn muziek livestream. Voilà. Hoe lang is dat nu al aan het spelen? Oei oei. We gaan eens even kijken en aan de status van de stream. Stream is gezond, dus ik ben nog altijd aan het streamen. Maar ik heb gezien dat ik een waarschuwing al heb gekregen. Maar ze laten net niet zien van welke waarschuwing. Zo moet ik dat allemaal checken, hè. Ah, nu is het terug weg. Oké. Maar kan ik dat nu dan ook al zien? Waar ik in de fout al ben gegaan, dus even kijken. Soms kan ik het zien van waar dat het misschien al is fout gelopen, dan kan ik dat in acht houden. Want ik ben nu al 5 uurtjes al aan het streamen, dus... Een scroll op de vlucht, jachtseizoen met reactie van Enzo. Oh, dat wil ik zelfs ook nog wel zien. Maar eerst ga ik even kijken hoe het zit met mijn livestream. Dan staat, je ziet daar staat een hele lijst van waar dat het, die playlisten vandaan zijn gehaald. En er altijd op reageren. Oei. Meer weergeven. Soms laten ze dat ook al zien van waar dat ik een copyright heb. Nee, blijkbaar nog nergens niet. Oké. En Boef, kunt je alstublieft ook, als je naar deze vlog kijkt, mijn afbeeldingen ook laten met mijn kop en al daarin. Ik ben vroeg, ik ga even mijn verleden even ook erbij nemen. En ja mensen, jullie zijn het wel, je moet je verleden wel loslaten. Ik wil het daar nu nog even de laatste paar minuten nog over hebben. Dus, ik ben in het verleden heel zwaar gepest geweest. Ik ga een houderke pakken. Dan kan ik het beter uitleggen. Even naar de slaapkamer toe gaan. Naar de slaapkamer waar alles gebeurt. Not. Grapje. Dus dan ga ik dat even zo zetten. Dan kan ik Sabine nog filmen. Ik ben nog altijd aan het filmen. En één stuk door. Voilà. Nu is het. Au. Oké. Dus. Ik ga even het zeggen. Dus. Waarom dat ik het niet heb dat ik graag zo af wilde en mijn kop wordt vervormd in de filmpjes.
Ik ga er heel vaak vroeger terug naar de tijd toe. Wanneer dat het echt heel zwaar was voor mij. Dat was dus in Technicum in Sint-Truiden. Daar begonnen de eerste pesterijen in mijn leven. Daar heb ik echt geleerd wat pesten is. Dus ja, ik heb nooit niemand gepest. Nooit niemand. Ik ga even ook mijn jas uitdoen. Ik heb echt nooit niemand gepest. Ik heb het warm. En daar is van alles gebeurd. Ik ga nog een keer op elkaar spelen, want daar is ooit alles een filmpje van gemaakt over ja, van vroeger. Maar ik wil het nog een keer aanhalen, wat er juist dus allemaal is gebeurd. Als de school gedaan was, ging ik richting de park toe. Om zo dan naar de tweede park toe te gaan en dan zo een paar straatjes nog te nemen. En dan naar Schuurhovenkerk in Sint-Truiden. Daar de bus, de 21A Hassel te nemen. De beste rijen zijn altijd na school gebeurd. Niet voor de schooltijden, maar wel na de schooltijden. Maar toch bleef ik altijd maar gaan en gaan en gaan naar school toe. Ik weet ook niet waarom. Ik werd wel gepest en al, en dat is niet leuk wat je dan meemaakt. Ze hebben mij zelfs opgewacht, dus in die eerste park. Ze vroegen geld. Ja, ze vroegen altijd geld en van allerlei dingen. Wat allemaal niet door de beugel kan. Ik werd zelfs geschopt, hè. Dus echt in mijn zij, in mijn buik en al. En ik heb dat wel altijd kunnen verbergen. Een paar jaar. Voor mijn ouders. Ik werd ook altijd gepest. Ook met mijn uiterlijk. Met mijn gevoel dat ik biseksueel ben. Dat ik ook striptease moest doen in de kleedkamer. Ja. Het zijn geen leuke tijden. Ik heb dat aangekaart aan de meesters en de juffrouw's. En toen begonnen ze mij ook een meester- en juffrouwkindje te noemen. Ja. Ik ging dan ook verder ook in een hoekje zitten. En ja, daar heb ik wel eens alles ene keer al gedacht aan een einde te maken aan mijn leven. Is dit leuk? Nee. Want ik wou ook niemand kwetsen als ik uit mijn leven stap. Nu ook nog altijd niet. Als ik uit mijn leven wil stappen, dan denk ik verder na van... Ja, is dat wel eigenlijk de bedoeling? Maar dan doe ik nog andere mensen daarmee pijn. Dus na striptease, ze hebben mij ook dan opgewacht in de park en dan met stampen, slaan, noem maar op, uitschelden. Allemaal niet leuk. En ik moest soms ook, ik geef het eerlijk toe, maar ik heb het ook eerlijk ook bekend aan de politie. Ik heb het ook eens moeten stelen van die mensen. Maar ik was zo gebrainwashed dat ik dat ook heb gedaan. En ik voelde me daar niet goed mee. Dus toen ik gewoon terug hier in Alken aankwam met de bus, wat heb ik dan direct gedaan? Ik heb direct de politie opgebeld en ik heb gezegd, ja kijk, ik heb moeten stelen. Ik heb moeten stelen, politie. Wat moet ik doen? De politie vroeg zich af van, hoe bedoelt je moeten stelen? Ja, kijk, ik heb van die persoon van Technicum. Die stonden echt allemaal... allemaal, ja. Achter mij en al. En die hebben mij zo gebrainwashed dat ik moet gaan stelen. Maar ik ben zo... Hallo, hier ik weer. Dus even verder op verhaal gaan van die stal wat ik heb gepleegd. Ik heb dat dus echt ook gebeld naar de politie toe, wat ik dan moest doen. En de politie heeft gezegd, kijk, jonge gast,
We zullen u niet beboeten. We zullen u niet vervolgen. We zullen echt op zoek gaan naar die daders wat je echt hebt opgenoemd. Ik ken de namen ook niet meer. Ik ben er ook wel blij om dat ik die namen niet meer ken. En die werden echt ook opgespoord en die hebben het ook wel uiteindelijk toegegeven dat ze mij verplichten om gaan te stelen. Ja, ik had zoveel schrik. Ik heb dat ook echt gezegd tegen de politie. Ik had zoveel schrik om terugslag te krijgen. Dat ik terugstampen kreeg in mijn zij of in mijn buik. En ik wil dat niet meer. Uiteindelijk, wat heb ik dan ook gedaan? Ik ben ook... wat hebben ze dan ook nog gedaan met mij? Zodat die pesters hebben mij ook opgenomen. Met 6 man. En gewoon tegen een garagepoort aangegooid. Terwijl dat de meesters er gewoon op zaten te kijken. Het probleem was, de meesters durven zelfs niet opkomen. Omwille van dat ze gewoon macht hadden. Macht hadden van, kijk ja, als jij iets doet tegen ons, zit jij de volgende. Zo was dat. En ja, daar hebben ze mij dan opgenomen en tegen een garagepoort aangegooid. Maar ja. Ja. Dan ben ik daar weggegaan uit technicum. En dan ben ik naar Speelhof gegaan. Ook in Sint-Truinen. Geen slimme zet. Waarom niet? Heel veel pesters. Die zaten in technicum. Maar die pesters hadden ook wel connecties naar het Speelhof toe. Van Sint-Truiden. Ja, daar hebben die pesters hun contact gelegd. Met die mensen die dan naar Speelhof gingen. Naar de school toe. Om mij daar ook heel moeilijk te maken. Daar heb ik uiteindelijk maar 6 weken op school gezeten. Omwille van de pesterijen begonnen daar opnieuw aan te wakkeren. Toen hoorde ik ook dat er plaats was vrijkomen in de school waar ook mijn neef naartoe ging. En dat was Maria Burgt. Maar je moet denken, 6 weken lang hebben ze daar al les gekregen. Dus meer dan een maand en een half zat ik al op achterstand qua leerstof. Dat heb ik daarmee proberen daar bij te halen. En dat lukte niet. Waarom niet? Door die pesterijen ben ik echt met leerstof achterstand geraakt. Dan ben ik zo terechtgekomen in de Buzo-school. Bijzonder beroepsonderwijs. Ik geef eerlijk toe, ik schaam me er ook niet voor dat ik daar terecht ben gekomen. Vandaar hebben ze mij ook echt heel goed geholpen. Ook in de periode wanneer dat ook mijn mama het heel moeilijk had. Dat het ook overlijden van mijn opa in die tijden. Daar heeft mijn school toen echt heel goed mee opgevangen. De dageraad in Borglo. Maar nu zijn ze gevestigd in Kortesem. Daar ben ik nog altijd heel dankbaar voor. Dus ik hoop dat jullie het nu ook begrijpen, ook van waarom dat ik ook zo teruggetrokken ben naar de mensheid toe. Ik schaam me ook nog altijd wel soms. Ik probeer me daar ook voor over te zetten. Maar dat is niet gemakkelijk, mensen. Alleen wat er gemakkelijk is, is gewoon continu over praten. Dat het toch echt van je lichaam af is. En bij deze heb ik dat ook weer al gedaan. Richting jullie kijkers. Ik heb het nu echt eens gepraat over mijn gevoel. Hoe ik mij binnenin voel. Als ik zo van die beelden zie van Boef, hoe die dat heeft geëdit. Kan ik er soms denk ik dan zo terug aan mijn pesterij en dan vind ik dat niet leuk. Ik hoop dat Boef, die krijgt nog een kans om mijn vlogs gaan te editen.
en aan te passen. Maar als boef het nog zo echt zo close-ups maakt en daar echt grappen rond maakt. Een probleem is, ik kan heel moeilijk iets plaatsen als het sarcasme is. Wat sarcasme is en geen sarcasme is. Ik kan daar soms heel moeilijk een onderscheid van maken. En ik hoop dat jij u daar niet aangevallen voelt. Maar ik hoop dat je daar wel begrip kan rondbrengen. Ik wil geen slachtofferrol spelen. Dat wil ik totaal niet. Maar mensen, dan weten jullie nu ook via die Discord-server, waarom dat ik soms zo lang wegblijf op Discord. Als het mij echt niet gaat, of jullie pushen mij ergens iets naartoe, dan blokkeer ik en lukt het niet. Zo gelijk ook, vandaag was ik ook aan de website bezig. Bea zat dan op Discord. Jullie zaten dan in die spraakkanaal. Bea zat in die spraakkanaal. Ik was mij zo aan het concentreren op de website en die webshop. Dat ik soms kwaad werd van, allee, moet er weer al daar weer al ertussen in komen. Dan blokkeer ik. Dan kan ik lastig worden, dan blokkeer ik. Ik hoop dat jullie daar volledig mee op de hoogte nu zijn. Waarom dat ik soms zo afstandelijk doe. Dat ik het nog altijd, ja, moeilijk heb. Ook financieel heb ik het moeilijk. Daarom dat ik ook nu heb ik echt opgezocht wat je eigenlijk mocht bijverdienen. Je mocht tot 6000 euro's per jaar bijverdienen zonder dat er belastingen op komen. Want ik heb dat gegoogeld. Daarom ook dat die webshop is online is gegaan. Zit ik op mijn maandlimiet, dan stopt de webshop ook. Sowieso gegarandeerd dat ik niet deze maand of volgende maand of de maand daarop de webshop tijdelijk moet gaan sluiten, dat ik op mijn limiet ben bereikt. Dat zal nog niet zo rap gebeuren. Omdat ik moet ook. Ik maak 2 tot 3 euro soms maar winst per item wat jullie aankopen. Dus ik heb ook nog eens even rond de webshop even hebben, waarom dat die prijzen redelijk duur staan bij mij. Dat is omhoog van dat ik maar 2 tot 3 euro winst daarop maak. Die 2 tot 3 euro die gaan niet integraal in mijn broekzak. Die ga ik ook sparen. Bijvoorbeeld voor een nieuwe computer. Of voor stok aan te vullen voor mijn eigen merchandising. Als ik een stok van bijvoorbeeld van 10 stuks al kan aanleggen. Alleen van 5 stuks al, geloofde ik al, kan ik al de prijs al naar omlaag doen. Dus als je bijvoorbeeld ook hoort van, ja kijk, wat ik ook soms kan doen is bijvoorbeeld als jullie een grotere aantal kopen. Bijvoorbeeld meer dan 5 stuks, vanaf 5 stuks en meer. Kan ik er korting op krijgen. Jullie betalen wel in één keer het volledige bedrag. Ik bestel het ook. Dus ik ga naar die verwerking toe. Voor alles te kunnen verwerken. Wat je dan ook integraal te veel hebt betaald. Want ik zie altijd jullie rekeningnummer. Wat jullie echt integraal te veel hebben betaald. Dat stort ik ook terug. Zo eerlijk ben ik ook. Dus dan ga ik gewoon. Maar bijvoorbeeld, je koopt 5 petten. Kosten nu 30 euro. 5 x 3 is 150 euro. Maar stel dat ik die dan aan bijvoorbeeld aan een goedkopere prijs en daar zit dan bijvoorbeeld 20 euro goedkoper, dan heb je die petten voor 120 euro. 5 stuks. Dat is maar een voorbeeld, hè. Mensen, dat is maar een voorbeeld. Dus, hoe meer verkoop dat er gaat gebeuren via mijn webshop, hoe goedkoper dat het ook binnenkort gaat worden. Dus ik kan dan ook bijvoorbeeld als er 5 klanten, ik kan ook sowieso zeggen, als bijvoorbeeld 5 klanten hetzelfde item gaan kopen,
kan ik dat ook al gaan berekenen voor bijvoorbeeld jullie ook goedkoper al te maken. Dus bespreek bijvoorbeeld voor een groepsaankoop. Dat je bijvoorbeeld 1 Tamara bestelt, 2 Mano bestelt, 3 Buttermew, 4 Boef, 5 Exo en 6 BRMT. Ik noem nu maar 6 namen op. En wel, dan kan ik het al goedkoper vastkrijgen. Maar als ik die 6 personen ga dan ook het prijsverschil ook terug zien gestort krijgen op jullie rekening. Hoe mooi is dat wel niet? Dus ik wil jullie nooit in het zak zetten. Dus koop jullie in een groepsaankoop, is dat heel mooi. Wat ik ook dan ga doen, dat is bijvoorbeeld als ik direct thuis kom, bijvoorbeeld na het werk of na Beën, check ik ook direct mijn mail. Ga ik ook kijken wat er is eigenlijk is allemaal is besteld en ga ik direct in de verwerking modus. Voor jullie pakketje niet te lang laten te wachten dat het kan verstuurd worden naar jullie thuis toe. Zo ga ik dan ook te werk. Ik hoop niet dat ik te veel heb geluld nu. En het is toch een tamelijke vlog nu toch nog geworden. Een praatvlog over, ja, over de zelfmoord. Over hoe ik wat mijn gevoelens zijn. En ook over hoe de webshop in te werk gaat. Dus bij deze hoop ik dat ik jullie heel goed heb geïnformeerd. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet om het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er eigenlijk een nieuwe vlog online komt. Of een nieuwe video. Bij deze, dankjewel. En morgen opnieuw een hele grote vlog. Omhoog van, ik kan nog een keer eens de Q&A doen. De Q&A vragen kunt je hier onderaan in de reacties laten. Oftewel op Discord komen en dan naar de Q&A kanaal gaan. En dan, als ik morgen niet moet gaan werken, ik ga het zo zeggen, als ik morgen niet moet gaan werken, kan ik een hele lange Q&A maken. Kan ik even een inhaalmanoeuvre doen van de vorige Q&A. Ik zie jullie allemaal morgen terug. Ciao.